Ik ben Brigitte. En dit is Plato. Je kan ervoor kiezen om het brokje zo op je hand te leggen, met je duim erop, en dan zo naar de hond toe te sturen. Labradors en golden retrievers vinden eten meestal zo lekker, dat ze misschien naar je hand gaan knabbelen. Dan kan je ervoor kiezen om je brokje in je hand te doen, maar je maakt er een vuist van. Je knokkels naar beneden en je stuurt zo naar de hond toe. Dat Plato het eigenlijk al heel goed deed, omdat er eigenlijk al een buik kwam. Als dat lukt, ga je hem proberen het koekje op de grond te leggen en meteen daarna roep je hem weer naar jou toe. Als je namelijk te lang wacht, gaan de meeste honden liggen. Want we hebben ze ook geleerd met een brokje naar de grond te gaan liggen. Dus zodra de voorpoten op de grond zijn, maar de billen nog in de lucht, leggen we het brokje op de grond en roepen we meteen terug naar ons. En dan doen we het nog een keer. Buik. We gaan alleen maar plezier maken met deze kanjes. Veel plezier met oefenen. Doei!